Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gazelle, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en Friesland Marketing. Friesland! Friesland. Friesland! Friesland! Welkom bij Bestemming Nederland. Vandaag zijn we in Friesland. En denk je aan Friesland, dan denk je aan water. Heel logisch, want de provincie is één groot netwerk van meren, vaarten en sloten die allemaal onderling verbonden zijn, zodat je er grenzeloos kan varen. Niet vreemd dus dat wij Friesland vandaag eens geheel vanaf het water gaan beleven. Die goed, hier kapitein? Dat gaat heerlijk. Je moet alleen het roer een beetje recht houden. Valt mij prima zo, die motorboot. Zeilen is hard werken. Hier is het starteiland. In het Sneekermeer ligt het starteiland. Het eiland speelt een belangrijke rol tijdens de Sneekweek, net als het scootje. De Sneekweek is een van de grootste zeilevenementen van Europa. Scootjesheelen. Scootjesheelen. Wat het met je doet, hè, die Friese water. Hè? Heerlijk. Ja, mooi. Zo lekker vrij als je je voelt dan. Je ziet dat we hier dus nu vrij water hebben gehad. Ja. En men is overal in Friesland nu bezig om dus de filevorming op het water, om die dus tegen te gaan. Een aquaduct dus, waarbij dus de scheepvaart op een gegeven moment geen hinder meer heeft van de bruggen. En heel vlot door kan varen en je geen filevorming ook nog een keer op het water krijgt. Haal ik wel even wat lekkers, ja? In Friesland vind je naast sloten, vaarten en kanalen ook veel fietspaden. Zo kan je met de fiets op de mooiste plekjes komen en genieten van de schoonheid. Oh zeg, wat is dit schitterend. Mooi hè? Op routezuidwestfriesland.nl vind je onder meer de Vlaanderen vakantielandroute met alle plekjes uit deze reportage. Radio Donna. Goedemorgen, vandaag bij ons in de Donna-studio Thomas van der Veeken. Ja, en ik mag 4 personen een watersportvakantie cadeau doen in Friesland. Maar dat is fantastisch. Wil jij die vakantie in Friesland winnen? Ik heb onze winnaars een actieve vakantie beloofd. Dus dat wil zeggen dat we niet alleen maar wat gaan dobberen op onze boot. Surfen is cool, maar kitesurfen, dat is pas echt de nieuwe hippe watersport. Op het IJsselmeer is er plaats genoeg voor iedereen. Fantastische dag. Had je er geen spijt van? Absoluut niet. En wat vind je van Friesland? Mooi. Mooi? Anders ja. Dan verwacht. Wat had je dan verwacht? Minder water. Ja, ik wist ook niet dat er zoveel water in zijn. Het is dichtbij, hè? Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ja, dat is wel waar. 3 uur staat hier. Veel dichter dan dat je naar Frankrijk, naar de zee. Ja, tuurlijk. En door al dat water lijkt het zo ook niet in de buurt. Het lijkt dat je zo veel verder van huis zit. Ja. Het is echt leuk om zoiets gewoon een paar dagen ertussenuit met een paar vrienden. Je kunt een boot huren. Een keer goed uitwaaien. Ja, echt. We zijn klaar, hoor. Ja. En we terug in een paletje? Ja. Ik dacht dat jullie in Vlaanderen alleen patatjes konden, maar... Frietjes. Hey! Hey! Mijn moeder is dood! Als
Als je me wil komen redden, is Zuidwest-Friesland een supergoed idee om eens ergens anders naartoe te gaan en toch niet te ver.